Hebben jullie dat nou ook? Ja, dat als het studio voetbal begint, hè, dat je dan niet weet hoe snel je moet wegzeppen naar België. Ja, want die Belgen, die kunnen dus op een leuke, onderhoudende manier over voetbal praten. En bij dat studio voetbal, dan lukt dat gewoon maar niet. Nee, het is ook heel sfeerloos. Programmaatje, oh god, het lijkt wel zo'n saai verjaardagspartijtje. Ja, daar lijkt het op. Het is verschrikkelijk, vrienden. En dan, om dat zogenaamd dan leuk te maken, dan nodigen ze dus allerlei types uit. Weet je wel, alsof wij voetballiefhebbers dat dan leuk vinden. En een cabaretier, of een schrijver, of een toneelspeler, of een zanger, of weet ik veel. En die hebben allemaal geen malle moer verstand van voetbal. En jullie en ik, wij willen gewoon kenners aan het woord zien. En niet dit soort geneuzel in de marge. En dat vinden ze daar dan, bij dat Studio Sport vinden ze dat dan leuk. Ja, wie denken ze wel dat ze voor zich hebben? En wie wij zijn? Alsof we allemaal niet goed bij ons hoofd zijn. En dan zit daar bijvoorbeeld ook een Van Basten. En daar weten ze dan ook niet mee om te gaan. Want Van Basten, die volgt het voetbal al heel lang niet meer. Nee, die is bezig met golven. Die kijkt golven, die speelt golven, weet ik veel wat allemaal. Die is niet bezig met voetbal. Die kent geen enkele naam, niks. En dan gaan ze daar in detail vragen wat Van Basten daarvan denkt. Nee, dat moet je niet aan hem vragen. Want dan zegt hij, ja, ik heb me niet voorbereid. Nee, die weet nergens van. Praat in algemene zin over voetbal met Van Basten, dat is leuk. Maar dat snappen ze daar ook nog niet eens. En ze, ach, vrienden, wat een treurigheid, dat hele programma. En dan hebben ze ook nog eens een keer, als kers op de taart, constant maar van die vrouwen daarin zitten. Constant maar van allemaal vrouwen die allemaal daar alleen maar komen open deuren over wat ze allemaal gezien hebben, wat wij allemaal gezien hebben. Ja. En wat komen die vrouwen daar allemaal doen? Over topvoetbal van mannen praten. Ik bedoel, waar slaat dat allemaal op? Ja. Ach, wat een ergernis weer. Oh, vrienden. Ja. En daarom. Niet gelovig zijnde, danken wij de Heer voor de VRT.